daar uit die catacomben te komen met hun lied You'll Never Walk Alone. Eigenlijk door naar mijn broer te gaan kijken. Die speelde bij een ploegje bij ons in de buurt. En ik was altijd de kleine jongen en de kleine broer die kwam kijken. En zo eigenlijk in contact kwam met voetbal. En vanaf het moment dat ik op een leeftijd gekomen was, ben ik direct gestart. Eerst was ik gescout geweest als voetballer op mijn 7, 8 jaar voor Racing Genk dan. Dan ben ik gaan testen als voetballer. En na een paar jaar, of ja, ik denk al zelfs na het eerste jaar, hadden ze daar ook door dat het als voetballer heel moeilijk ging. Mijn mama die gaf wat de aanleiding van zeg nu eens echt wat je later zou willen worden. Zo hebben ze mij getest om keeper te worden. En vanaf dat moment eigenlijk ben ik beginnen keeper. Ik denk met Genk op Anfield. Ik denk dat wel het mooiste moment was om daar uit die catacomben te komen met hun lied You'll Never Walk Alone. Dus dat was wel een moment dat bijblijft. Rustig, voetballend, hoog meespelend. Ik denk de keepertrainer in de jeugd van Genk, Gilbert Roeks. Ik denk dat hij die keepers wel klaar stond voor het eerste elftal.